In maart 1991, zeg ik uit mijn hoofd, ging de tv-serie Vrienden voor het Leven van start. En binnen een paar maanden tijd werden wij, tot onze eigen verbijstering, ineens iets van BN'er. En dat is raar, joh, wat er dan gebeurt. Ik noem een voorbeeldje. Aan de achterkant van de tv-studio Aalsmeer zat een ontzettend leuk tentje met een leuk terrasje. Je kon daar heerlijk pannenkoeken eten. En wij zaten daar met een aantal mensen van die hele studio, zaten we daar te koffie drinken of te lunchen, dat weet ik niet meer. En ze hadden net iets veranderd. In de stoep, op de hoek, hadden ze een soort bult gebouwd. Dat hield een beetje op tussen een verkeersdrempel en een paaltje. Het zag er angstwekkend uit. En inderdaad, er kwam iemand die dat kennelijk niet wist op hoge snelheid aan. Die nam de bocht en die kleunte vol op en die bleef hangen. En ook echt met die wielen van de grond. Dus je kon er ook met geen mogelijkheid meer van af. Nou, wij mensen hadden er naartoe, natuurlijk om te helpen. Maar ja, we konden niks doen. En toen kwam ik op het briljante idee om te zeggen, joh, in de studio, 15 meter verderop, hebben ze vorkheftrucs. Nou, op die manier hebben die mannen er vanaf geholpen. Nou ja, hebben ze die mannen er vanaf geholpen. Maar, waar gaat het nou om? Een paar dagen later kwam via de roddel bij mij dat, ja, die lussen was toch wel heel gewoon gebleven en zo. Want er was iets met een auto en hij stond ook gewoon op om te helpen. Hé, hey, gek hè? Ja, 3 maanden daarvoor was ik gewoon Jan Boerenlul en dan help je iemand. Maar ja, als je BN'er geworden bent, dan leun je achterover als iemand een probleem heeft. Want zo zijn wij namelijk. Nou, dat soort dingen. Trouwens, ook over auto's gesproken en BN'erigheid. Ik kreeg ook de roddel terug dat ik wel even lekker een dikke BMW had gekocht. Ja, nou had ik inderdaad mijn afgetrapte Renaultje ingeruild, maar punt 1, het was geen dikke BMW, het was een heel gewone BMW. Punt 2, het was geen nieuwe BMW, maar het was een tweede, ik denk zelfs derdehands BMW. En punt 3, het was geen BMW, maar het was een Audi. Maar verder klopt het helemaal hoor.